Het San Martín-stadion in Madrid zagen 100.000 toeschouwers het Nederlands voetbalelftal aantreden tegen de vertegenwoordigende ploeg van Spanje. 36 jaar geleden speelden beide landen voor het eerst tegen elkaar. Deze tweede ontmoeting begon met een Spaans offensief, waar de in witte broek gestoken oranje ploeg al meteen de handen vol aan kreeg. De Spaanse voorhoede met de twee in Spanje geïmporteerde buitenlanders, Di Stefano en Kubala, demonstreerden van het begin af aan een grote technische vaardigheid en een verrassende snelheid. In de zesde minuut kon de Munk slechts met grote moeite een doelpunt voorkomen. Tegen dit Spaanse elftal kwam Nederland maar weinig in de aanval. Maar die activiteit van een voorhoede met twee debutanten, onder wie Van der Linden nummer 10, kon de Spaanse verdedigers niet verontrusten. Ook Faas Wilkes, die eens zelf op Spaanse voetbalvelden rondliep, kon tegen deze goed spelende tegenstanders niet op. Er waren nog geen 10 minuten gespeeld toen Spanje door een hard schot van linkshalf Garay de leiding nam. Maar verder dan 1-0 liet Nederland de gastheren voor de rust niet komen. Na de hervatting echter scoorde midden voor Di Stefano met een fraaie kopbal direct het tweede doelpunt. Toegejuicht door het publiek gingen de Spanjaarden verder. Nederland kon dit tempo onmogelijk volgen. Na een aanval waaraan geen Nederlander ook maar te pas kwam, bracht de rechtsbinnen Kubala, nummer 8, in de 11e minuut van de tweede helft met een prachtige omhaalde stand op 3-0. En nog bleek de strijdlust van de Spanjaarden niet gedoofd. Zelfs met 8 man in de verdediging kon Nederland de stormloop niet tegenhouden. In de 25e minuut werd het door Di Stefano 4-0. Toen vond het Spaanse elftal het genoeg. Deze kalme periode bood Faas Wilkes de gelegenheid tot enige handige, maar overigens onproductieve bewegingen. In de 31e minuut redde Oranje de eer uit een strafschop die door Bosselaar benut werd. En dat lieten de Spanjaarden natuurlijk weer niet op zich zitten. Di Stefano bracht een kopbal nog juist voor het einde de stand op 5-1. Een resultaat dat de zwakte van het Nederlands elftal tegenover deze grootmeesters duidelijk demonstreert.